Welkom bij de Leidse versie van GeoReferencer. Voordat je aan de slag gaat, moet je je registreren met e-mail of via een social media account. Dat kan bij de knop Sign In. Aan de linkerkant zie je een afbeelding van een oude kaart uit onze collectie. Aan de rechterkant zie je een moderne online kaart. Door het proces van georefereren kunnen we deze twee kaarten aan elkaar verbinden. Georefereren is niet moeilijk. Probeer dezelfde plaats op beide kaarten te vinden. Dit kan een object zijn, een stad of dorp of een opvallend stuk van het landschap. Er zijn verschillende moderne kaarten beschikbaar, zoals OpenStreetMaps of Google Terrain. Bekijk zelf welke kaart je het prettigst vindt werken. Afwisselen van kaarten kan soms helpen bij het georefereren. Wanneer er een naam op de kaart staat, kun je die in het rechterscherm opzoeken in de zoekbalk. Nu wil ik het eerste controlepunt aanwijzen. Klik eerst op de plaats die je gevonden hebt in het linkerscherm en vervolgens op dezelfde plaats in het rechterscherm. Let wel goed op dat je de juiste punten aan elkaar linkt. Dit kun je controleren door een punt aan te klikken. Het overeenkomstige punt wordt dan ook gehighlight. Zo kun je controleren of je niet per ongeluk een keer te veel geklikt hebt. Als je een fout maakt, is het altijd mogelijk om de controlepunten te veranderen, bijvoorbeeld door ze een stukje te slepen. Je moet per kaart minstens 5 punten aanwijzen om correct te georefereren. Probeer deze punten zoveel mogelijk te verspreiden over de kaart. Hoe meer controlepunten je kunt aanwijzen, hoe beter de kaart georefereerd kan worden. Nu is het tijd om te gaan klippen. Als er zaken op het blad staan die niet bij de kaart horen, worden die weggeknipt. Dit wordt klippen genoemd. Druk bij het klippen de shift-toets in en sleep met de muis over de ruimte van de kaart. Klik vervolgens op save. Denk eraan dat je de zee in de kaart niet wegknipt. Ook water maakt onderdeel uit van de kaart. Bijkaarten, inzetkaarten, andere afbeeldingen of de legenda kun je wel wegknippen wanneer deze niet in het kaartbeeld staan. Klip zo nauwkeurig mogelijk langs de rand van het kaartbeeld. Dit kun je doen door in te zoomen. Als je klaar bent met de controlepunten aanwijzen en met klippen, kun je het resultaat bekijken. Het resultaat zie je hier. Door de helderheidsschuiver te gebruiken, kun je de oude met de moderne kaart vergelijken. Ook kun je met de Map Analyst Visualization Tool kijken waar en hoe de oude kaart minder accuraat was dan de moderne kaart. Succes met het georefereren!